Voor het 14e jaar op rij organiseert de gemeente Beek de verkiezing ondernemer van het jaar. Vandaag zijn we in Mondial en gaan wij kijken wie de ondernemer van het jaar wordt. Vanavond zitten we bij elkaar voor twee belangrijke prijzen. En je zou bijna, als je vroeger naar tv keek, zeggen: Pierre, wat zijn de prijzen? Nou, de prijzen zijn in de eerste plaats de award voor de ondernemer van het jaar. Voor de ondernemer met een al bewezen track record die succes kent en heeft bewezen te kunnen inspelen op de constant veranderende vraag. Mijn naam is Lian Beurskens. Ik ben Yvonne Beurskens. En ik ben Erne Beurskens. Samen met ons team vormen we Beurskens Groenmoed. Mijn naam is Wim Seelen. Ik ben directeur-eigenaar van het Oorlogsmuseum Eyewitness in Beek. Wat wij hier laten zien is de Europese geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar het werkt wel. Het is een heel betrouwbaar uitgeschreven. Wat heeft ruimtevaart met ondernemen te maken, behalve dat het een hele onderneming is om naar boven te gaan? Nou, eigenlijk heel veel. Want voor elke onderneming, of je nou een bedrijf start of een onderneming als de ruimtevaart, heb je eigenlijk vier soorten mensen nodig. Je hebt dromers nodig, hè, mensen die met een gek idee komen om iets te starten. Dan heb je de denkers nodig, hè, mensen die het gaan uitrekenen of het wel kan. Dan heb je de doeners nodig. Dat zijn de technici, de ingenieurs die dingen bouwen. En uiteindelijk heb je ook nog de durf al nodig. Want het is een enorme stap om iets te starten en in een nieuwe omgeving te stappen. Dus vier D's. En soms is dat in één persoon verenigd. Maar soms zit er eeuwen tussen, zoals in de ruimtevaart. Maar je hebt, zeker ook als astronaut, je hebt geduld nodig, motivatie vanzelfsprekend, doorzettingsvermogen, frustratietolerantie niet te vergeten, want het gaat nooit zoals je precies wilt. En je moet altijd gewoon vallen en opstaan en weer doorgaan. En ik denk dat er heel veel vergelijkingen zijn. Hoe belangrijk is de ondernemer voor een gemeente en voor Beek? Nou, een ondernemer is essentieel voor een gemeente en een gemeenschap. Want ondernemers steken hun nek uit, zorgen voor werkgelegenheid, zorgen voor welvaart en bloei ook van de gemeente. Dus het zijn toch de voortrekkers ook van economische ontwikkeling. En ik denk dat het daarom ook zo goed is dat Beek al een aantal jaren de ondernemer van het jaar uitroept. En ook het aanstormend talent op het podium hijst, omdat je daarmee ook onderstreept dat je dat ondernemerschap voor de gemeente zo belangrijk vindt. Dit jaar is er niet één, maar zijn er drie ondernemers van het jaar. De Beekse ondernemers van het jaar 2015 zijn Erna, Yvonne, Lian, Beurskens van Beurskens Schoenmode. De ondernemers van het jaar 2015 in Beek, hoe voelt dat? Nou, dat voelt tot nu toe, voelt het lekker. Ja, nee, dat voelt goed. En wat willen jullie de startende ondernemers nog meegeven die beginnen in Beek en die denken van nou, die prijs willen wij ook in ons bezit hebben? Ik denk gewoon blijf ambitieus, blijf pushen en proberen kwaliteit hoog te houden en te blijven innoveren, want niet stilzitten. En je moet ook vooral gewoon jezelf blijven, denk ik, als bedrijf. Je niet gek laten maken door allerlei misschien goed bedoelde adviezen van anderen. Maar gewoon goed om je heen kijken en daar je conclusies uittrekken en je eigen stappen zetten. Dat is denk ik wel wat je moet blijven doen. Dan hebben we de aanmoedigingsprijs voor een ondernemer die dat allemaal nog moet bereiken. Maar wel al heeft laten zien over veel potentie te beschikken. Potentie. En die kansen weet te creëren en die kansen ook weet te pakken. Op 16 mei 2014 zijn we begonnen in de Dubbele Vonk. Onze ambitie is een traditioneel bruincafé te hebben in Beek. Mijn naam is Rob Hermans, ik ben 31 jaar. Ik kweek duurzame oesterzwammen op koffiedrap en mijn bedrijf uit Zwamburg. Mag ik uw applaus voor de winnaar van de Beekse aanmoedigingsprijs 2015, Rob Hermans van Oesterzwammenkwekerij Zwamburg. De aanmoedigingsprijs gewonnen in Beek.
Waarom denk je dat je hem hebt gewonnen? Puur voor het duurzame. Het totaalconcept, het afval hergebruiken van andere bedrijven en zelf dan nog geen afval overhouden. Duurzamer dan dat denk ik dat dat niet meer kan. We leven allemaal op een prachtige planeet. Schitterende dingen te zien. We zijn er een beetje verkeerd mee bezig. Dit is ons ruimteschip. De aarde is een ruimteschip dat door een vijandig heelal vaart. En daar moeten we voorzichtig mee zijn. Het heeft maar beperkte voorraden. Dus als we dat beseffen, dat we met z'n allen letterlijk in hetzelfde schuitje zitten. Dat ruimteschip aarde waardoor het heelal gaat. Als we dat meer doorkrijgen, dan kunnen we nog heel ver komen. Mensen moeten langzaam beseffen dat je nog steeds comfortabel kan leven, ook al doe je dingen duurzaam. Dat je nog steeds winst kan maken, ook al doe je dingen duurzaam. De schappen liggen niet voor niks vol met bioproducten. Het kan gewoon. En als we daar langzaam heen gaan, dan wordt het nog een interessante planeet.